Chikidee! Nou, we zijn weer onderweg. Dinsdag. Lekker dagje weer hoor. Man. Weet je wat wel het voordeel is? Iedereen heeft er last van. Dat vind ik echt. Dat zit gewoon in mijn hoofd. Ik denk, iedereen heeft er last van. Het is niet voor iedereen even fijn. Ik zeg niet dat het fijn is. Ik zeg niet dat het leuk is. Maar ik zeg wel, het voordeel is dat iedereen er last van heeft. Ik vind dat gewoon wel iets, ik vind dat wel iets positiefs. Ik probeer toch altijd wel even het positief op te zoeken. Nou, vandaag ook wel weer een lekker dagje gehad. Heel veel dingen die voorbij komen natuurlijk. Hè. Mensen die briefjes sturen of berichten sturen met... Hey Timo, ik heb het niet. Of kunnen we een uitgespreid betalen doen. Of Timo, ik zie het allemaal even niet zitten. Heb je een oplossing voor mij? Dus ja, ik moet wel zeggen dat ondanks al het gebeuren... dat mensen best wel zijn van... ik ga gewoon aankaarten dat het niet gaat. Dat vind ik ook het voordeel van dat iedereen er last van heeft. Het is niet alleen maar van, ik heb mijn been gebroken, dus ik kan mijn rekening niet betalen, maar ik kan niet werken. Nee, weet je, het is echt wel gewoon, iedereen heeft er last van. En dat brengt dus ook hele mooie concepten, kom ik achter. Het brengt dus ook dat heel veel mensen nu in één keer dingen gaan doen. Mensen gaan in één keer dingen doen. Gewoon, hè, los van natuurlijk van mensen die de zolder gaan opruimen. Ook goed, moet al jaren gebeuren. Maar ik vind het stukje ondernemen vind ik altijd iets interessanter dan de zolder opruimen. Dat begrijp je misschien wel. En ik zie dus gewoon dat horeca vooral, omdat horeca best wel een klap krijgt. Dat die samen nu dingen gaan doen. Dus dat die bijvoorbeeld zeggen, weet je wat? We gaan gewoon eten maken en dat eten gaan we gewoon bezorgen. Of dat kan je afhalen. Dat is normaal. Serveren we eten aan tafel. Even kijken of dit beter is. Dat zie ik helemaal niet meer uit. Misschien is dit... Normaal doen we eten aan tafel bezorgen. Maar nu gaan we gewoon eten bereiden in onze keuken. En dan kunnen mensen het afhalen of we bezorgen het. Fucking briljant. Ik vind dat fucking briljant. Denk jij, je kan wel thuis gaan zitten en denken... Oh, tot 6 april mijn deuren dicht. Oh, balen. Waar is mijn gameconsole? Dat kan. Maar daar los je het niet mee op. En... lost het sowieso niet op, maar je kunt wel creatief worden. Weet je, en deze druk die op mensen wordt uitgeoefend van, hey, je moet je rekening betalen, maar ik heb geen inkomsten. Of, hey, wat ga je nu doen met al je personeel, wat eigenlijk zat te duimen draaien en te landen fanteren. Want ja, hè, moet ze anders doen. En dan kan je wel weer WW-korting aanvragen en allemaal dingetjes en regeltjes, belastingdienst. En tuurlijk, we wonen in een goed land waar alles goed geregeld is. Hè? Tenminste, daar ga je vanuit. Dat is nu natuurlijk ook de juiste situatie om te zien hoe goed het dan ook geregeld is. Maar hè, over het algemeen kun je wel zeggen, er zal niet echt paniek uitbreken omdat Nederland alles zo slecht voor elkaar heeft. Dus daar heb ik al een beetje vertrouwen in. Maar dan nog, je wil als ondernemer, je wil als hardwerkend mens, als iemand die normaal elke dag bezig is, wil je niet in één keer thuis op de bank gaan zitten. Weet je, dat doe je een paar dagjes en dan begint het volgens mij, tenminste bij mij begint het al te jeuken naar een dag. Als iemand zegt, joh, je moet even lekker een verjaardag vandaag. Even lekker thuis of even lekker een dagje. Nou ja, aan alle kanten denk ik alweer. Of dan zie ik alweer dingen dat ik denk, hé, dat wil ik ook doen. Of dat heb ik ook, maar dan wil ik het anders doen. Of er zit bij mij altijd wel een drang in om dingen te doen. En ik denk ook wel dat bij mensen in de branche nu is. Of bij de bedrijven is die nu dicht moeten. Weet je, of je nou horeca hebt, of catering hebt, of een verhuurbedrijf hebt, of dat je nou in de sport zit, of dat je nou in de groepslessen zit, of weet ik van wat voor jobs er nu allemaal wel niet even op een flikker krijgen vanwege het hele gebeuren, dan denk ik, creativiteit, dat wordt nu erkend, weet je. Als je nu creatief bent, dan zal je nu zien dat daar mensen op reageren. Weet je, en of je nou een grote speler bent of een kleine speler, weet je, of je nou een BN'er bent of dat je nou een ZZP'er bent die toevallig dit jaar is begonnen voor zichzelf en nu meteen deze klappen krijgt, dat maakt mij niet uit. Ik denk dat niet uitmaakt. Creativiteit, dat zit in je of dat zit niet in je. En als je creatief bent, ben ik echt van overtuigd, als je creatief bent, dan kan je volgens mij heel veel voor elkaar krijgen, ook al is het nu heel erg zwaar. Want uiteindelijk kom je er gewoon veel sterker uit. Je komt er veel sterker uit, omdat dit gewoon het moeilijkste is. Dit is het zwaarste. Weet je, dit is het moeilijke gedeelte. Je zit nu eigenlijk al op rock bottom. Je zit nu al eigenlijk onderaan. Het kan alleen maar beter worden. Weet je, het kan alleen maar beter. Je hebt nu geen werk, je mag niet open, er zijn geen inkomsten. Ja, wat kan er nou nog slechter? Ja, nog een herinnering. Ja, maar ja, weet je, van een kale kip kan je niet plukken, zeg ik altijd maar. Dat
En dat wil, daar wil ik naartoe. Wat ik dus grappig vind om te zien is dat die restaurants dus nu bijvoorbeeld dingen aan het doen zijn wat je kunt afhalen of wat je kunt laten bezorgen door ze. En dat vind ik slim. Ik vind dat slim. Maar ik zie het dus ook bij mensen die bijvoorbeeld, hè, ik ben wat meer met sport bezig de laatste tijd. Ik heb dus ook wat op Instagram wat mensen die ik in de sport zitten, die ik wat actiever volg. En er zitten ook een paar mensen tussen die dan gewoon heel duidelijk laten zien van joh, je hebt geen tools nodig. Ik snap dat je niet de sportschool kan, maar je hebt ook geen tools nodig om te sporten. Om gewoon toch aan je conditie, aan je kracht of wat dan ook te komen. Dat vind ik gewoon grappig. Dan zie je dus mensen gewoon, ik noem wat, in een speeltuin. Weet je, het is één iemand die post, dat zie ik heel duidelijk. Die post dus echt dingetjes. Weet je, hang even aan een schommeltje. Doe even een klimrekje dit. Doe even dingetjes zus. Doe even zo. Ik denk, slim. Het is niet alleen voor jezelf goed. Weet je, want je wilt toch blijven bewegen. Want zelf ga je ook niet meer naar de sportschool. Maar het is ook mooi om anderen te laten zien van, hey, Oké, sportscholen zijn dicht, maar je kunt gewoon creatief zijn. Loop naar een speeltuin, kan s'avonds, als al die koters allemaal lekker op bed liggen, of een keertje 's ochtends vroeg, of een keertje tussendoor als ze er toch niet zijn, want in principe mogen al die koters toch niet met z'n allen samen spelen. Gebeurt wel, maar mag niet, hè? Of wordt geadviseerd van niet. Dus in principe is het daar ook niet godsganse druk dat je denkt, oh, ik moet tussen de kinderkopjes moet ik mijn bewegingen doen. Dat is ook niet zo. Ik denk ook slim, vind ik slim. Dus je kunt gewoon sporten. Je kijkt op Instagram of je kijkt op ergens anders. Zie je gewoon mensen het voorbeeld geven. Die denken, ja, briljant. Ik zag er van de week één. Die had een pianokrukje. Pianobank. Noem maar een pianobankje. Bankje voor piano. Pianobankje, Timo. Ja, heel goed, Timo. Pianobankje. Die deed goddorie alle oefeningen op een pianobankje. Dat ik denk, fucking slim. Fucking slim. Je hebt bijna geen sportschool meer nodig, zou ik bijna denken. Nou, dat is natuurlijk overdreven. Maar voor de time being, briljant, briljant. En zo, ja, ik weet niet, ik zie meer dingen voorbij komen. Ik had vandaag nog een aantal mensen die op de Vestaxi even wilden inhaken. Vestaxi, lokale bezorgclub. We doen de boodschappen ophalen bij de bakker, bij de slager, bij de groenteboer, noem het allemaal op. En die bezorgen we bij je thuis. En ook fucking briljant, ook fucking druk toevallig. We hebben alle bezorgmomenten opengegooid. Nou, noem het maar op. We hebben echt gezien dat we gewoon echt, we hebben het echt druk. Daarvoor was het wel, oh ja, leuk, weet je, Vestaxi, ja, leuk. En nu is het gewoon druk. Dat we gewoon echt kijken van, joh, waar gaan we de mensen vandaan halen? Waar gaan we de vervoersmiddelen vandaan halen? Hoe gaan we zorgen dat iedereen contactloos, hè, toch bezorgd kan krijgen? Dus dat is echt prachtig om te zien. Maar ook daarmee word ik dus aangesproken door mensen die zeggen, hey Timo, Vestaxi, ik heb een bedrijfje, ik maak taarten. Kan je misschien zorgen dat mijn taarten worden geleverd? Fucking briljant. Hé, hey Timo, ik heb een horecazaak. Is er misschien de mogelijkheid dat wij eten maken en dat jullie dat bezorgen? Fucking briljant. Weet je wel? Niet achteroverleunen, niet lui worden. In deze tijden, weet je, dat bewijs je of je het kan of dat je het in je hebt of niet. En het is moeilijk. Ik besef heel goed dat het moeilijk is. En dan ben ik misschien, en dan wil ik geen veer in mijn eigen, en ik wil ook geen schouderklop, maar ik ben misschien dan nog wel iemand die altijd zegt van, weet je wat, het glas is bij mij altijd wat voller dan bij een ander. Of het gras bij mij is toch groener dan bij jou. Dus ik hoef, ik zie altijd wel weer het positieve van heel veel dingen in, laat ik het zo zeggen. Maar ook ik krijg die klappen en ook ik voel die pijn. En ook ik zie om me heen dat bedrijven het zwaar hebben, dat onze relaties het zwaar hebben. Ik zie ook aan de andere kant dat er heel veel mensen nieuwe dingen bedenken. En ik denk dat dat de grootste valkuil is in zulke situaties. Door een beetje weg te kwijnen in zelfmedelijden en te denken, ik heb het zo zwaar en het is allemaal zo erg en laat ik dan maar niks gaan doen. In plaats van dat je ook gewoon lekker collectief, want dat kan prima vandaag de dag op afstand. Je hebt WhatsApp, je hebt social media, je hebt telefoontje, FaceTime, noem op. Heb je genoeg manieren om met elkaar in contact te zijn om toch dingen te bedenken. Dat is natuurlijk het voordeel. Als we dit 50 jaar geleden hadden gehad, dan was het dikke paniek. Maar vandaag de dag kun je gewoon online, kun je gewoon verder gaan. Je kunt iets bedenken met z'n allen, weet je. En positief doorgaan. Bedenk oplossingen. Wees onderdeel van de oplossing. Weet je, wees niet alleen onderdeel van het probleem. Het probleem, dat hebben we allemaal. En de een heeft het wat groter dan de ander. Maar uiteindelijk hebben we allemaal het probleem. En dat verdwijnt ook weer. Dat is het voordeel. Het probleem verdwijnt ook weer. Er zijn al delen op de wereld waar het al de piek is geweest. Waar het nu alweer minder is. Dus het verdwijnt ook weer. Alleen laten we dan deze tijd zo goed benutten, eigenlijk uitbuiten, zoals ik bijna zou willen zeggen, om te zorgen dat we hier nog gewoon nog sterker en nog beter uit gaan komen. Want ik weet dat het kan.
als ik nu al om me heen kijk, en dan zit het pas een paar dagen echt flink erin. En ik denk dat bij sommige mensen nog echt wel moet landen. Maar als ik nu al zie dat er zoveel dingen, initiatieven worden genomen, worden gedaan, worden uitgevoerd op basis van wat er nu gebeurt, dan denk ik, joh, als we nou met z'n allen bundelen, weet je, als je nou met z'n allen, ik noem het, als je nou met z'n allen in de evenementenverhuursector zit, bundel dan die kennis, weet je wel, bundel dat en bedenk iets waardoor je je branche bam omhoog gooit. Ik heb bijvoorbeeld restaurants gezien die zeggen, joh, help ons een handje. Je kan erom vragen, hè? Help ons een handje en koop cadeaubonnen bij ons. Heel simpel. Als je naar je favoriete restaurant toch vaak gaat, of vaak, al ga je er één keer in de maand heen, één keer. Dus ook meer reden om weer een keer te gaan. Koop alvast die cadeaubon. Weet je wel, dat zijn van die kleine dingen. Wees creatief. Weet je, we moeten elkaar gebruiken en we moeten elkaar helpen. En met gebruiken bedoel ik dat op een goede manier. Je moet elkaar gebruiken om iets sterker uit te komen. En niet denken, nou oké, ja, zullen we dan allebei maar een Netflix-serie kijken? Bij welk seizoen ben jij? Ja, ik ben 3. Oh, ik ben al bij 4. Niet vertellen wat er gebeurt, hè. Hebben we toch niks aan. We moeten sterk zijn. We moeten samenwerken. We moeten dit samen doen. Want als we het samen doen, gaat de tijd sneller. Dat is 1. En 2, we komen er nog sterker uit. En dat is uiteindelijk wat je wilt, weet je wel. Zo'n klap eventjes in je gezicht, dat doet bij iedereen pijn. En bij de een doet het wat meer pijn dan bij de ander. En bij de een heeft wat meer gevolgen dan bij de ander. Dat besef ik heel goed. Maar uiteindelijk, als we het samen doen, gaan we er zeker uitkomen. Ik ben lekker thuis. Ik ga even, als het goed is, dan even mijn kids gedag zeggen. En in bed leggen, zulke dingen. En dan gaan we vanavond even lekker werken. Want we moeten nog heel veel doen voordat het tijd is om naar bed te gaan. Hey, heel veel succes. Als je dingen hebt, of als je ideeën hebt, of dat je zegt, joh Timo, ik heb een goed idee, of misschien, ik weet niet. Gewoon, maar ik wil alleen maar aangeven, als er nou iets is, of je zegt, joh Timo, ik wil dat gewoon eens bespreken, doornemen, of wat dan ook, of misschien kan je me helpen. Shoot, weet je, PR'tje, DM'tje, weet ik vooral die dingen heet. In ieder geval, benader mij. En samenwerken. Ik ben ervan. Hey, top. Fijne avond.